Wat is het belangrijkste als straten willen gaan opzomeren of mee willen gaan doen aan de Lief en Leed actie? Dat je een groepje bij elkaar hebt en daar de activiteiten, kijken wat in je straat past en vragen aan mensen wat ze zouden willen. Hoe kom je nou in contact met mensen? Hoe doen jullie dat? Ja, wij uitnodigen sturen en dan wij bellen ook elkaar als door de straatactiviteit te doen. Er wonen nogal mensen van allerlei verschillende nationaliteiten hier in de straat. Doet iedereen dan ook echt mee? Dat klopt, heel veel nationaliteiten, dat maakt het wel kleurrijk. En meedoen, ja, maar dat meedoen heeft een heleboel facetten. De een doet actief mee, komt buiten, de ander komt gewoon kijken. En de ander zit achter zijn raam. Maar het meedoen voelen ze al. We nodigen iedereen uit, maar dat doen we op papier. En dus al gelijk zeggen van wat het is en wat er gebeurt en wanneer. En ik hang het ook op de raam, dus dan weten ze het altijd nog. En dan vinden ze ook van wij doen iets. Het wordt niet die doen wat, maar wij doen het. Ze voelen een wijgevoel. En dat is... En het kennismaken met elkaar, dat is ook waar eigenlijk het Lieve Leed, maar ook het opzomen op staat van maak kennis met nieuwe buren, ga er langs. En dat is eigenlijk de groep die het kleine groepje die het activeert en die het betrekt erbij. Maar zo leren elkaar mensen kennen en zo ben je er gelijk bij. Ja, dus de allerbeste tip in deze moderne tijd is eigenlijk maak gewoon een foldertje of een flyer. Ja, dat werkt veel beter als e-mail of wat dan ook. Een flyer, dat voelt. Dat, met een plaatje erbij. En we hebben altijd de logo van op zo'n meegebruiken van onze straat. Dus alles is onze straat. En wij hebben 3-4 straten bij elkaar, maar het is onze straat. Iedereen voelt zich daar. En een blaadje zegt het, is altijd duidelijk. Wat moet je als eerste doen als je in je straat waar nog helemaal niks gebeurt toch iets wil gaan opzetten? Contact opnemen met Opzomen Mee. En dan Opzomen Mee vragen van, joh, hebben jullie een actiefolder? En kijken of er in de buurt een wijkactiviteit is. En je moet het nooit in je eentje doen. Altijd met 2, 3 of 4 mensen. En die niet alleen bij jou wonen, dus niet 1 familie. Maar je moet meerdere families doen. Klein beginnen en niet te groot.